Hallo kijkers, voeten en bezien echt. En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Way to the Beacon. Vandaag gaan we iets heel ergs nodig doen. Want als je hier naar kijkt, denk je van, dat is echt best wel weinig. En daarom is ook de reden dat ik eerst deze 64 pijlen. Dat is mooi. En ik moet trouwens ook deze minecart nog even terugleggen. Ik weet niet waarom ik hem net niet heb opgeborgen. Maar ja, nou, dan berg ik hem gewoon nu op. En ik kan nog niet gaan farmen. En over farmen gesproken, als jullie de vorige aflevering hebben gezien. Dat met als titel slimme dorpelingen. Of dorpbewoners of wat het ook was. Nou ja, in die aflevering was ik naar dat dorpje daar gegaan. En ik was, hoe heet dat? Dorpelingen tegengekomen die echt super goede trades hadden. En die zelf konden farmen. Dus dat vond ik echt enorm knap. En ik heb ook de map na die aflevering erop gegooid. Dus als jullie graag deze map verder wouden spelen in deze map, kan gerust. Kijk maar onder aflevering 150. Staat die erin. Staat via Dropbox, een zipbestandje. Jullie weten wel wat we doen. En anders, voor de mensen die het niet weten, ja, het beste wat ik kan aanraden is of even hulp aan een ander vragen. Of even een tutorial doen. Want ik zou het niet echt zo perfect kunnen uitleggen. En wat we gaan doen is eerst natuurlijk goed voorbereiden. En dat betekent dat ik dit meeneem. Samen met dit. En natuurlijk geen extra zwaard. Maar wel een extra schep. Dit is niet nodig. Dit hebben we al. Ik neem heel wat torches mee. En een emmertje met water. Voor als we een lava meertje tegenkomen. En dit kan ik net zo goed doen. En wat heb ik nog meer nodig? Maar vergeet ik. Ik weet het al. Even een klein beetje eten. Maar dat was niet wat ik nodig had. Ik had een klein beetje meer pickaxes nodig. Of houwelen, hoe je het ook wil noemen. Nou ja. Want anders kom ik echt niet. Dan blijf ik niet zo echt lang in de mijn. Dan ben ik net klaar met naar beneden gaan. Dan zie ik een beetje iron, kan ik meteen weer naar boven. Waar mijn pickaxe kapot is. Dus goed voor voorbereiding. Ben je van mij waarschijnlijk niet gewend. Maar we gaan het gewoon doen. We gaan ons goed voorbereiden. Komt heel zelden voor, maar het gebeurt steeds vaker. Net zoals de reis met de vorige keer, toen was ik ook, wacht even. Heb ik nou alles bij me? Eten, zwaard. Ja, ik heb alles bij me. We kunnen gaan. Mijnen, want we hebben echt iron nodig. Ook voor dat spoorrailsje, en dit moet trouwens even fakkeltje. Ook voor die spoorrails, om die verder te leggen. Maar ook gewoon omdat we bijna geen tools meer of armor kunnen maken als die kapot zijn gegaan. En ik zie iron. En daarom gaan we daar achteraan. Vandaag zal de aflevering dus echt helemaal draaien op iron. Omdat we iron nodig hebben. En nog meer iron. En daar is nog iron, daar is nog iron. Oh, zieke parkour skills hier. En de coal. Ho. En een zombie. En daar is. Oh ja, ik ben wel wat vergeten. Ik ben blocks vergeten mee te nemen. Ja, als ik hier naar beneden spring, overleef ik het? Banzai! Haya! 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 Ho! Ha! Hai! Ho! Hoi! Zo. Nou, even dit allemaal weggooien. En die bones, die heb ik ook even niet nodig. En daar ligt achter wat ik nodig heb. Namelijk iron.
En ik wil sowieso met meer dan 64 iron vertrekken. En als we een beetje diamonds er nog bij kunnen scoren vandaag, zou het ook heel mooi zijn. Maar ik ga niet zo heel ver de mijnen. Want ik heb, denk ik, wel af en toe een klein beetje iron laten zitten. Omdat ik het echt niet mee meer kon nemen. Ja, daar zit nog iron. De vraag is, kan ik daarbij? Ja, maar het is wel een heleboel iron. Dus ik wil het gewoon hebben. Iron pakken. Operatie Iron. Ja, dat is op zich wel een leuke naam voor deze aflevering. Operatie Iron. Maar ja, voordat we allemaal gekke, fantastische, indrukwekkende namen gaan verzinnen, moeten we toch eerst even wat iron hebben, anders kunnen we het niet operatie iron noemen. Als ik het zo ga noemen. En we hebben gunpowder. En natuurlijk gaat het mij ook om de levels, dus als ik kool vergeten ben in deze aflevering, ja. Dan of ik heb er niet bij nagedacht, of het is me niet opgevallen. Maar eigenlijk zou ik kool ook mee moeten nemen. Omdat het voor levels zorgt. En wij gaan weer terug naar diamond level. En ja, dit is een hele lange gang rechtdoor. En daarom gaan we nu ook een lange gang rechtsaf maken. Gewoon simpelweg omdat het kan. En omdat wij dat nodig gaan hebben. Dat meen jij echt toch helemaal niet, hè? Een paar meter van de lange gang. Vind je zomaar diamonds! Nou. Dat, nou ja, 4 diamonds. Dat is helemaal niet slecht. Maar dan ook echt helemaal niet slecht. Ik ben er zelfs heel blij mee. Dat ik diamonds heb kunnen vinden. Echt, ik blijf het zeggen, hè. Als je er niet naar zoekt, vind je ze. Maar als je ernaar zoekt, vind je ze echt niet meer. Nou, hoe dan ook, ik neem alles mee, maar ik zoek iron. Ja, iron. Iron zoek ik echt. En we gaan weer uit de mijn als mijn dat ding meer dan 64 is. Of dat mijn inventory vol is. En ik denk eerder dat dat ding 64 is dan dat mijn inventory vol is. Nou ja, als ik deze de hoeveelheid oors blijf aankomen tot nu toe, dan zou het andersom ook wel eens goed kunnen. Dat het snel gebeurt. Nou ja. Ja, die had ik verwacht. Daarom had ik ook extra pickaxes gemaakt. Anders kon ik nu alweer terug naar huis. Nou ja, we laten dat lava meer wat ik hoor maar eventjes gerust, want ik hou niet echt van lava. En ik zei, we laten het met rust. En dan bedoel ik ook dat we het met rust gaan laten. Maar we nemen wel even een kleine kijk. Oh, hier. Iron. Nou, weet je wat nou handig is? Soms heb ik wel iron overgeslagen. Daar kan ik nu mooi mee pikken. Bijvoorbeeld hier. En wat is dit? Oh, er is ook weer zo'n trappetje naar boven dat ik heb gemaakt. En daar heeft waarschijnlijk iets gezeten. En dit is meer iron. En hoe meer iron, hoe beter. Want we hebben het echt nodig. En we hebben nu al 28 iron. Zouden we nog binnen de 6 minuten tot de 64 kunnen halen? Ik denk het niet.
Maar ja, we zouden het kunnen proberen. Ik denk het niet, want ik neem dit kool mee. En als ik echt heel veel iron wou vinden binnen 6 minuten, zou ik niet het kool moeten gehakt hebben. Dan zou ik echt specifiek naar iron hebben moeten zoeken. Zoals hier. Nou, als we zo iron blijven vinden, dan lukt het wel. Maar ja, aan alle caves komen een einde. En dat betekent dat ik nu 35 heb. Met nog 5 minuten op de challenge. Dus zullen we het halen, ja of nee? Eigenlijk heel spannend nu. Heel spannend. Zo spannend dat ik terug ga naar die ene grot hier. En dan even zo'n ding pak. En dan dit dichtmaak. En deze plaats. In ieder geval 4 diamonds. Ik vind dat we aardig vandaag toch wel mooi wat resources bij elkaar hebben gehaald. Niet dat, dat ik nu al stop hoor jongens. Maar als we de 64 iron vandaag niet halen, vind ik toch dat we goed hebben gedaan. En ik hoor heel wat lava. Wat? Waar hoor ik het lava toch vandaan komen? Oké, we gaan even heel goed luisteren. Oh, of ik hoor het boven me. Oh, dat is iron. Ook mooi. Waar hoor ik het lava toch vandaan komen? Waar hoor ik het lava vandaan komen? Daar ergens. Ah, nou, ik graaf gewoon rechtdoor. Het kost me een pickaxe. Of is hier ook echt... Nee, niks beneden. Ja, ik ga gewoon door met mijnen. En we komen hem vanzelf wel tegen. Als we hem tegenkomen. Fakkeltje plaatsen. En dan gaan we door. Want we hebben bijna 45 ijzer. Oké, nou, verder. Door. We kunnen het wel. Ja, in 2 minuten 15 ijzer vinden, dat denk ik dat het mij niet meer gaat lukken. Maar misschien 2 ijzer vinden in 15 minuten. Of nee, in 1,5 minuut. Misschien dat dat mij lukt. Nou, wel een redstone. Nou, even een fakkeltje plaatsen. Wel een redstone, nou ja. Redstone is ook wat. Echt, ik vind echt bijna helemaal geen iron. Ik zoek het, maar ik vind echt helemaal niks. Normaal, als je het niet zoekt, vind je het overal. Dan loop ik echt met bakken vol met iron terug. En bijna geen diamonds. Maar leuk dat de rollen nu eens omgekeerd zijn. Was het ook echt maar 2? Of wel iron? Nou ja, wel heel wat diamonds erbij. Daar moet ik wel blij mee zijn. En ben ik ook heel erg blij mee. Maar we hebben iron nodig. Hey. Cave. Maar het lijkt erop dat ik hier ook al een keer ben geweest.
weet alleen niet wanneer het was. Oh ja, ik weet het wel. Ik herken deze grot wel, ja. Herken deze grot. Ja, deze grot was... Hierachter zit dat een gangenstelsel. En die gaat naar mijn ravijn toe. Dit is de gang naar mijn ravijn. Die ik al een keertje helemaal heb leeggehaald. Oké. Nou, nu we dat weten... Ga ik dit toch even dicht knutselen. Nou, dit zou heel storend kunnen wijzen. Als we dit blijven zien. Nou ja. Die weg. En dan gaan we nog heel even door. Tot mijn ene pickaxe kapot is. En deze laatste steentjes ook. En dan gaan we de volgende keer gewoon verder op zoek naar iron. Want mijn inventory zit nog niet vol. Nou, dit ziet er trouwens heel gek uit. Even een screenshot. Kijk eens, ondertussen dat jullie dit aparte beeld zien. Wat denk ik een glitch is of zo. Ga ik tegen jullie zeggen, kijk eens, doe een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zeg ik, doei!